Hallo allemaal en welkom bij dit filmpje. Ik toon jullie vandaag de inhoud van de eerste coffre creatief van Florilège Design. Deze valt dit keer onder het thema Les Jolies Choses de la Vie en draait dus helemaal rond cocooning terug naar binnen. We zijn ook op het seizoen dat we terug ons leven inwaarts gaan keren in huis. Je gaat ook zien heel veel plantjes, home decor, macramé, zaken die verwijzen naar binnen. Je vindt in de doos een folder waar een QR-code op staat die begeleidt je naar een tutorial online, in het Frans weliswaar, om een album te maken dat in de koffer past met het gerief dat erin zit. Dit zijn alle embellishments. Het is een combinatie van houtgegraveerde embellishments en acryl. Florilège is een Frans merk, hè, dus je ziet ook een mix van Frans en Engels in hun producten. Dan gaan we naar de die-cuts die in hetzelfde zakje zitten. Je ziet een aantal thema's terugkomen, bijvoorbeeld het clipboard, de macramé zien we ook weer, de plantjes, huisjes. En in de grote zak zit een stencil en een set clear stamps. Stencil verwijst ook weer naar breiwerk, naar macramé. En de stempels zie je ook weer die lamp terugkomen, het notablokje en de mooie bloemen. Er zijn ook wood-mounted stamps die in de doos zitten, die zien we zo meteen. Maar in de winkel kan je ook een aantal artikelen los van de doos verkrijgen, waaronder een grotere versie van de bloemenstamp. Papierblokje kan je ook apart krijgen in de winkel. Daarin vind je een mix van de kleuren van de lijn. Die gaan van een abrikoos naar een olijfgroen, een grijsblauw. En een mooie okerkleur. Ja, de strookjes kan je dan uitknippen en als horizontaal element op een pagina gaan gebruiken. Er zitten ook een paar aquareltekeningen bij. Project Life achter de kaartjes. Dus ik heb nog een tweede set van het blokje bij de doos gekocht, dat ik zeker genoeg papier heb dat ik niet om keuze verlegen zit als ik het album ga maken. Dan zitten er nog drie wood-mounted houten stempels in de doos. Eén met tekst, kleine camera. Een grote stempel waar je de elementen na het stempelen makkelijk kan uitknippen en inkleuren voor op je pagina. Nu daarnaast zijn er ook een aantal leuke embellishments binnengekomen, zoals die extra stempels hier. Dus zijn ook weer elementen die je in de doos terug ziet komen, zoals die huisjes en dat clipboard. Maar daarnaast zijn er ook leuke labeltjes die in dezelfde tinten als in de collectie, in de papiercollectie zitten, verkrijgbaar zijn. Die toon ik jullie. Ziezo, dus nu is het de uitdaging om daar creatief mee aan de slag te gaan. Ik hoop dat jullie het leuk vonden om te kijken. En dan zie ik jullie volgende keer graag terug. Tot binnenkort. Daag!